maagdelijk. Kijk in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 50. En dat is van maandag 10 december tot en met zondag 16 december. En af de kaart is geschud om te kijken wat de maagd deze week te wachten staat. Dan heb ik het idee, beste maagd, dat je eigenlijk een bepaalde nieuwe kant op wil gaan. Je bent je mogelijkheden aan het onderzoeken en daarnaast vind je het ook heel erg belangrijk om de gezelligheid op te zoeken. Je wilt voor jezelf een stukje gaan groeien, maar dat wil je zeker niet laten om ook leuke dingen te blijven doen. Toch lijkt dat deze week een beetje in een conflict te zijn. Hè? Normaal gesproken kan je het heel goed naast elkaar doen. Maar deze week zou ik zeggen, richt je eigenlijk op het stukje wat je heel graag wil. Anders loop je het risico dat je aan het eind van de week eigenlijk geen stap verder bent gekomen. En dat geeft natuurlijk niet. Maar als je allerlei plannen voor jezelf aan het maken bent en je doet er niks mee, dan kan je ook niet verder komen. Dan kan je ook niet gaan groeien. En je hoeft niet altijd in de actie te zijn. Hè? Want ook zeker die ontspanning, die hoort erbij om juist verder te kunnen gaan groeien. Want ontspanning is net zo goed nodig als inspanning, maar op het moment dat je dingen aan het onderzoeken bent, probeer het voor jezelf af te maken en duidelijk te maken welke kant je op wil gaan. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. Het kan in een persoonlijk berichtje of in een leuk berichtje onder deze video. En ik wens je sowieso een super fijne week en tot de volgende keer.